Mijn uh, lieve beste vrienden, Paramaribo, groet u waar u zich ook mag bevinden op de wereld. Het is nog steeds voor ons hier in Suriname, uh, 20 april 2024. En ik meld u vanuit de grond van mijn hart dat er op dit ogenblik vreemde zaken gebeuren in Suriname. En met name een van de vreemde zaken is de verleiding die men niet kan weerstaan om uh, iemand... Aan te wijzen als schuldige voor het probleem en de problemen die zich nu voordoen in Suriname. Het is heel makkelijk, maar wij moeten diep in ons hart kijken. We moeten eerlijk zijn en weten dat niet de kinderen van Baba en Mai de schuldigen zijn van de ellende van nu. Dat is heel eerlijk. Beste vrienden, stop de hand in eigen boezem en je, je leest het terug dan merk je dat wat ons zogenaamd overkomt dat wij dat zelf over ons heen gehaald hebben. Beste vrienden, het is heel lastig voor veel mensen om toe te geven dat de macht en de regeermacht regeer mag nu in handen zitten zit van de kinderen van Bobo Yamay. Ja, dat, dat, dat is een feit. En wanneer dat jou aanspoort om racistisch, een beetje lichter uitgedrukt, etnisch te denken, dan zijn we fout bezig. Want dat etnisch denken heeft ons nergens gebracht. Wij hebben als land een serieus probleem. We hebben als Afro-Sernaman een serieus probleem. We vechten tegen het feit dat er 34.000 Indiërs naar Suriname zijn gekomen en dat ze nu. De economie van Suriname beheersen, de gezondheidszorg beheersen, de groothandel beheersen en alles eigenlijk in het hele land beheersen. Maar beste vrienden, dat hebben wij zelf gedaan. Ja, dat men ons bestudeerd heeft, dat is een feit, maar dat is eigenlijk precies wat je moet doen. Je moet weten, dat de mensen waar je mee leeft in het land. Uh, customers zijn. Cliënten. Consumenten. En dat het geen producenten zijn. En wanneer je weet dat het consumenten zijn. Dan moet jij produceren voor die consumenten. Want zij gaan niet voor jou produceren. De werkelijkheid is nu dat. De hele economie van Suriname rust op de schouders van de kinderen van Baba en Mai. Praktisch de hele geneeskunde op die schouders. De hele wetenschap op die schouders. Mijn beste vrienden, wees realistisch. Dit is niet van de ene op de andere dag gekomen. Dit hebben we zelf gedaan. Vraag je af welke politieke leider van de. Andere kant van de afroes, die heeft gezien wat er gebeurde, wat er te gebeuren stond en wat er nog meer zou kunnen gebeuren. Dat is leiderschap. Dat is leiderschap. Dat is leiderschap als een visionair, een ziener, pragmatisch leiderschap. Als iemand die ziet en in de praktijk. Kan waarmaken wat hij ziet. Dus ook voor u kan pinpointen wat er te gebeuren staat. als we dit niet en als we dat niet. Laten we vooropstellen dat alle kinderen van dit land. kinderen zijn van dit land. Dus, we gaan ze niet benoemen. maar allen zijn de kinderen van Mama Seranang. En als je ze hoort zingen zo Peter Takomopo, gaat doet de Ufessima. Ja, het is keihard gelogen, want wanneer het erop aankomt, merk je dat er mensen zijn die eigenlijk ingebouwde voorrang eisen, terwijl dat niet bestaat. Maar die ingebouwde voorrang die, uh, is een soort vrijbrief. Om van alles te doen wat niet goed is. Eh, beste vrienden. U kunt heel goed zien en kijken gewoon op dit moment naar de regeringspartner. De ene is eh, de ABOP, Ronnie Brunswijk, eh, een maron partij. Dat betekent ook dat hij gepolariseerd is. Eh? Er is zo'n marron, de partij. En de andere. Is de uh, vreedzame, uh, vooruitstrevende, hervormde partij. Vroeger was dat de Verenigde Hindustaanse Partij. Die zijn nu open voor iedereen. Beste vrienden, wat er gebeurt in de ontwikkeling tussen die twee partijen, dat is van minder belang. Wat van belang is, is degene die op dit ogenblik eigenlijk samen. Suriname voorwaarts moet duwen. En daarbij is een heel groot probleem, is natuurlijk dat een van de partners in het geheel zeer uh, dubieus is. Ik zal daar straks een, 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 een boom over beginnen, zeg ik zal daar straks over praten. Maar dat de andere gewoon gaat. En die gaat ondanks. Het gescheld en ondanks de verwijten, en ondanks het feit dat er geen duimbreed wordt gegund. En dat konden we zien zelf bij de inauguratie van de president in 2020 en dat konden we zien zelf bij het intreden van de president in het kabinet van uh, president aan de Kleine, kleine Combiwerk. Mijn ja, beste vrienden, het is niet goed. Wat wij doen is niet goed. Als u een van de mensen bent die nee zegt, omdat we het hebben over een Surinamer van Hindustaanse afkomst, dan bent u fout. U bent fout. U mag nooit meer het volkslied zingen. Want het volkslied. Ligt niet. Daar wordt het gezegd. Dus als u het volkslied zingt en u handelt en spreekt uit zaken die te maken hebben met discriminatie van één bepaalde etnische groep, ik noem ze bij de naam de kinderen van Baba en Mai, dan bent u fout bezig. En ik durf het u te zeggen. En ik kan het zeggen en ik zeg het ook. Gaat u nadenken over wat u eigenlijk aan het doen bent. Oké? Okay? Beste vrienden, je moet toegeven. We hebben te maken gehad met een regering waarvoor dat versje ontwikkeld is. Ze stelen, ze dieven, ze roven, ze bedriegen. Ze lichten je op waar je bij staat, mijn beste vrienden. Geen enkel probleem wat nu wordt opgeworpen is een probleem dat gecreëerd is door deze regering. De problemen waren er al en ze werden gewoon uh, onderhouden door de vorige regering. Dat is iets wat u moet weten en daarbij vraag ik u om. U zelf vergeving te vragen wanneer u het weer hebt over die vinger die wijst naar degene die op dit ogenblik voor ons allemaal de vuile was doen. De kastanjes uit het vuur halen. De mensen die sommigen van u ophemelen, hebben het niet gedaan. Ze konden het niet, want de inborst was doorspekt. Met het stelen, dieven, roven, bedriegen, liegen en oplichten. Ik zal de voorbeelden niet noemen, maar u moet daaraan denken. En geef Suriname de kans om zich te ontwikkelen. Wees zo groot dat je kan zeggen: van ja, ik ben fout geweest. Ik, ik ben ook fout geweest. De virus we komen straks terug bij u met de nieuwe partijen die er niet zijn paraimbo groet tot later